zeg maar, gezamenlijk gaat brainstormen over hoe breken we, zeg maar, het front van de tegenpartij af. En zeg maar, welke afweging gaan we dan maken van nou, Dylan die verdient hier veel geld, dus die behouden we nog even. Zeg maar, dat is ook, zeg maar, in het hele tactische plaatje in overeenstemming met de vriendschap met Merel, dat ze gezamenlijk het evenement organiseren. Mm. Mm-hmm. En dat ook de basis is van de vriendschap. Dat dan ook een beetje de vorm is waarin dat zo samensmelt. Maar het blijft wel raar. En vooral omdat ik zelf denk dat hij net zo weinig kans maakt als dat wij dat doen. Ja, dat denk ik ook. En toen had ik dat is niet helemaal waar trouwens. Ik denk dat wij wel nog minder kans maken dan hij dat doet. Ja. Dat zien wij. Zeg maar. Of ik. Hij heeft bijvoorbeeld nog geen enkele jas verkocht, terwijl het echt een leuke jas is. Ja. Wat je hoort over hem op evenementen van verschillende gezichten en tegen iedereen anders. Ja, hoor je dat? Ja. Oh, ik hoor echt helemaal niks meer op evenementen. Kut. Ik hoor heel veel op evenementen. Ja? Gewoon oké. Okay. Zeg maar, ik hoor helemaal niks. Het gemaakte karakter wat hij zichzelf heeft aangemeten. Ja. En echt? Dan denk ik dat in combinatie met dat je de nieuwste inwoner bent, ga je nooit niet de winst opleveren. Hij gaf het vanmiddag zelf toe. Wat? Weet ik het, iemand vroeg. En we zijn niet bij, maar toen we daar of stonden te wachten of wegliepen. Van joh, al die tikken, is dat nou echt? Ja, ik heb er wel heel veel aangeleerd hier allemaal tikken. Dus dan verloor je jezelf al, hier buiten ben je niet zo extravert. Ik heb dat gesprek toevallig eergisteren met hem gehad. Toen vroeg hij me van, wat vind je nou van mij? En toen vertelde ik over het gesprek wat ik met Adriaan had toen hij hier net was. Dat hij zijn best wel gewoon oprecht lieve jongen leek. En dat hij zich waarschijnlijk met de dag meer zou verliezen in de omgeving. En dat ik wel het idee heb dat dat aan het gebeuren is. Ja, dat zie je ook heel erg. Mm-hmm. En dat gaf hij ook toe. Dat hij zei van, dat zie ik ook wel. Maar dat hoort erbij. Ja, natuurlijk hoort erbij. Als je ervoor open staat. Dat is wel iets wat ik zie. En dat is wel iets wat ik best wel onaantrekkelijk vind. Ja. Mm-hmm. En niet dat ik hem anders wel zou doen. Maar... niet! Weet je dat ik de afgelopen week, denk ik, of dagen, steeds meer vanuit de stream view begin te kijken. Het is echt raar. Het is net alsof ik er niet meer bij ben. Gek is dat, hè? Dat is echt gek. Ik zat aan de eettafel en ik zag hier. En het was net alsof ik thuis op de bank zat. En zo zat te kijken op mijn telefoon. Ik weet precies wat je bedoelt. Ik werd gek. Ik dacht echt, wat de escape hel? Escape button. Echt, hè? Nee, meneer, het was net alsof ik er niet meer was. Echt? Ja. Dat is wel intens. Het was echt alsof ik, zeg maar, ik het was heel ver van me weg of zo. Ik had er totaal geen gevoel er meer bij. En... nee, alsof je er niet middenin zit. Ja. I know what you mean, bro. Ik zat al thuis of zo. dat was heel gek. Het was heel gek. Maar het was ook niet alsof ik dat zag. Maar meer, het voelde zo of zo. Dat was zo lijp. Dylan. Ja. Mag ik ook wat drinken? Tuurlijk. Deze? Mhm. Cool. Maar, nee. Wil je hem er eentje? En ik heb dat de afgelopen dagen steeds op momenten gehad. Dat ik wat zag en ik... Huh? Huh? Dat ik echt even zo... Oh, oké. Ik ben er weer. En dat ik nu pas of zo, omdat het me eigenlijk allemaal niet zoveel meer boeit. Het is een soort helikopterview. Yep. Maar dan echt. Ja, maar dan echt. Het is net alsof ik aan het dromen was of zo. Zeg maar, ik heb wel eens dat ik in mijn droom ergens boven zit
dat ik iets zie. Mm-hmm. Dus was dit ook een beetje, maar dan gewoon realistisch. En niet zo zweverig als het klinkt. En met je groene cocon of zo? Of dat... Ja, want die roze. Ja, super lijp, hè. Dat was echt gek. Maar het was op een of andere manier ook wel weer heel prettig. Lekker. Juske vroeg mij een paar dagen. Mm, ja, mag je neerzetten, dankjewel. Oh, oh. Thank you. Ja. Ja. Ik zat een paar dagen terug aan de eettafel en toen vroeg Hiss mij... Ja, eettafel zetting. Hm? Toen ik Hiske vroeg of ze nog die cornervlag ging doen. Ja. Daar eindigde die mee. Ja. Ik hoorde het gesprek. Die scène. Scène, letterlijk scène ook. Hiske begint eigenlijk nooit gesprekken met mij, hè? Nooit. En dat is prima, want ik ook niet met haar. En dat moment wel. En ik kreeg vragen als, ben je... Op een gegeven moment speelde ze de vraag, ben je trots als je hier buiten, als je hier naar buiten loopt? En ik zei, ja. En ze vroeg, en waarom dan? Of niet letterlijk met die bewoording, maar ze vroeg wel waarom ik dan trots was. Ik vind, nou, omdat ik het toch wel heb geflikt. Ik heb hier toch wel gezeten en het is fucking zwaar. Oké. Ik zal hem doorvragen en zo. Spijt. Ja. Jij dus denkt, oh, ik heb er geen last van. Ik eet het gewoon. Nee, ik was aan het denken over... Stel het programma niet was gestopt. Hoeveel van die... eerste 15 mensen dan nu al weg zouden zijn. Denk je dat Hiss dan al weg is? Ja, ik denk dat Hiss dan al weg is. Ja. En dat het dan grappig is, omdat... dan toch een soort van de noodzaak voelt om... het einde mee te maken. Ja. Ondanks dat jij je eigen einde al eerder op de planning had staan. Ja. Dat je door een verandering van het programma besluit ook om anders te handelen. Ja. Terwijl je niet meer wint, maar in die laatste paar maanden. Ja, Hiss die wil graag het einde meemaken of zo. Die vindt het interessant. Hiss vindt inderdaad de ontwikkeling van de psychologie en hoe mensen zich anders gaan gedragen in een finale spel. Ja. Interessant genoeg om te blijven. Ja. Daarom, dat is ook haar überhaupt de reden, toch, dat ze hier is. Maar ik vind het wel moeilijk om dat te rijmen in combinatie met de heimwee die ze heeft. Ja, dat is lastig, hè? Ja. Dat een beetje omringen. Dat ik denk van, nou, zeg maar, ondanks dat jou, voor jou de noodzaak om naar huis te gaan eigenlijk ook zo groot is. En je kan gewoon naar huis. Je kan gewoon naar huis. Je hebt een avontuur van pak die 16 maanden erop zitten. Mm. En dan toch, hoe interessant een psychologisch spel is in een eindfase van een programma. Ja, de voorrang heeft over het kiezen voor je eigen vertrek. Ja, gek hè? Ik vind het wel raar. Eigenlijk. Maar Hiske, dat is toch überhaupt zeg maar de reden dat zij zich ook heeft opgegeven. Ja. Dat ze het interessant vindt hoe dat hier werkt en het hele opbouwen van zo'n samenleving. Daar wilde ze graag bij zijn. Ja. Dus dat is wel dan, zeg maar dan... Ik denk als je er dan voor kiest om naar huis te gaan... dan ga je eigenlijk je hele doel waarom je hier zit voorbij. En, nou, in principe heb je het opbouwgedeelte heb je al kunnen meemaken. Maar het afbouwgedeelte is ook wel heel interessant hoor. Als je kijkt hoe mensen met elkaar omgaan. Maar je moet het wel kunnen zien. Als je zeg maar geïnteresseerd bent in psychologie... is dit wel een interessante omgeving. Maar... Stel dat je een bedrijfscultuur gaat analyseren. Dan zou je daar in principe dezelfde voldoening uit kunnen halen. Ja. Denk je dat? Ja, ik denk het wel. Zeg maar ook omdat dit de manier is hoe mensen zich tegenover elkaar gedragen in het format van een spelprogramma. Waardoor je eigenlijk een gemaakte variant bent van jezelf. Mm-hmm. Waar je in... het echte leven, je echte zelf bent. En ook je natuurlijk wel anders gedraagt omdat je op de werkvloer bent... en omdat je bepaalde verwachtingen hebt van je superieuren over hetgeen wat je doet. Maar je bent wel echt jij. En stel dat zij zichzelf als een soort van personeelscoach ergens aan de slag gaat... en daar is genoeg vraag naar...
voor het begeleiden van personeel en zeg maar problemen oplossen en kijken waar het probleem zit en de motivatie houden. Dan denk ik, daar zie je echt zeg maar hoe mensen tegenover een situatie staan en ja, dat klopt. Hoe ze zich dan anders gaan gedragen. En je krijgt mee wat er gebeurt en hoe ze reageren en hoe ze zich anders gaan opstellen. Ja. In een oprechte omgeving. Ja, want hier is het allemaal show. Of niet allemaal. Nee, het is wel allemaal echt, maar... Nee, niet. Vind ik niet. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar... dat hele gedoe met die shirts met Shelly. Ja? Voorheen maakte ik me er heel erg zorgen om. En nu... net als aan de tafel... wat ik zei, zeg maar, tijdens het eten... ik zag gewoon wat er gebeurde. Wie gaat met wie praten... Hap, directe confrontatie. Ja, maar ik zag letterlijk wat er gebeurde. Ik zag Shelly doet dit. En ik zag die... Absoluut. Ik was op dat moment vooral vol verbazing. Dat ik dacht, waarom zie ik dit nu wel? En waarom heb ik dit 7 maanden lang niet gezien? Het is niet eerlijk. Het is stapje terugnemen. Helikopterview. Ja, maar dat heb ik nooit gekund. Omdat ik er altijd met mijn neus bovenop en middenin zat. En dat voelde ook zo, zeg maar, ik vond het ook allemaal heel erg. Ja. Als er zoiets gebeurde met die shirts, eigenlijk dezelfde situatie met shirts met Gerrit. Ik vond het super erg dat hij dat deed. Oh, dat, ja. Als ik een stapje terug had gezet en had gekeken, dan had ik gezien, oh dit is er aan de hand. Dat jij mij later, zeg maar, uitlegde. Ja. Dat is eigenlijk heel grappig. Ik vond het op dat moment super erg, maar als ik er nu aan terug, dan denk ik, Jezus. Ja. Maak je druk om. Ja. Dit is mooi, hè? Met één klein brandend kooltje maak ik hem nog gewoon aan. Oh, dat is echt chill. Dat is winnen. En toch vraag ik me dan nog wel, zeg maar af, of waar je het mee begon, waar Hiske dan haar plezier uit haalt. En zeg maar wat ze kan met die kennis van nu voor... Later. Voor later. Ja? Ja. Want ik snap überhaupt niet hoe zij het hier zo lang heeft volgehouden. Is zij dan vooral aan het kijken naar... Ik analyseer Hiske niet genoeg om te weten zeg maar, wat zij nou precies allemaal doet. En het interesseert me ook vrij weinig, omdat ik zoiets heb... Die vrouw, zij redt zich wel. Mm-hmm. Maar zij is natuurlijk bezig met de markt. Joh. Dat wij. Maar ik heb haar wel eens gevraagd toen een project voorbij was. Dat ik zei, Hiske, wat ga je nu eigenlijk doen? En dat ze zei, oh, ik pak gewoon iets anders op wat ik nog heb. En dat er een gesprekje was en dat ik zei, maar ja, hoe, zeg maar, als zo'n project is afgelopen, wat doe jij dan? Is er dan niet zo'n een loze tijd die je invult? Ja, nee, dan heb ik nog wel een aantal andere dingetjes die ik wil doen. En dan ga ik daar achteraan en daar achteraan. En... Je zit niet stil, hoor. Maar als je kijkt naar haar doel, zeg maar. Is zij daar dan de hele dag mee bezig ook? Haar doel is een beetje natuurlijk het proces Utopia. Vindt ze heel interessant. Mm-hmm. Is ze dan constant aan het monitoren wat er gebeurt? Nee, is dus een soort van ook verkapte idealist. Die zeg maar de belangen van de mindere partijen wil behartigen. Ja. En zeg maar voor mensen die zichzelf ook op minder goede wijze kunnen uiten. Om het dan vanaf een andere kant te belichten. Ja. Wat ze bijvoorbeeld met Shelly doet. Ja. Ja. En gewoon andere mensen helpen waar mogelijk. Maar zeg maar zelf niet daar de vruchten van hoeven te plukken. Ja. En ze heeft gewoon een paar nevenactiviteiten. Zij vult een beetje op vergelijkbare wijze als ik mijn dag in.
gewoon een beetje dingen doen. Al heeft zij zeg maar meer de focus op de gesprekken die zij voert met de Gerrit en de Merel en de Mariska. Waar ik gewoon liever lomp ga gras maaien of kistjes ga schroeven. Of, verstand opnieuw gaan. Ja. Dus eigenlijk op die manier geen eigen persoonlijke doelen. Maar wel andere mensen willen helpen daarbij. Maar ja, ze houdt het wel trekkelijk lang vol. Vooral als je hier zit voor de observatie. En je denkt van, nee, ik vind het allemaal wel interessant, maar... Ja, maar echt, qua dingen die ze echt heeft gedaan. Met Shelly geassisteerd met die filmavond. De gerstkebakkerij die zij heeft gerund. Ja. Het eten op woensdag, wat ze doet. Met daarbij een... evenement organiseren. Ja, zeg maar... Inhoudelijk gezien, qua uurbelasting, doet ze eigenlijk geen klote voor die markt. Heel eerlijk ben, hè? Mm-hmm. Zeg maar, ze doet dan het entertainment, maar qua entertainmentverplichtingen van vorige markt was het kijken wat we willen doen. Die kids DJ die is uitgenodigd, die springstoestellen en die kleurboeken die waren geregeld. Sessa. Verder gaat de markt gewoon online. Ik zorg voor de kaartverkoop, ik zorg voor de zendhouders en de vrijwilligers. Zij voor de invulling tijdens de avond. En ze zorgt voor de ontvangst en de papieren dat klaar ligt. Punt. Dus het is niet een dagbesteding voor een periode van de maand. Nee. Het is vooral de dag voorafgaand. Met wie gaat wat doen, is er al een taakverdeling. Het zijn nog wel wat uren, maar het is niet... ik heb deze week ben ik druk met dit. Nee, het is geen 40 uur wat je ermee bezig bent. Maar dat weten we toch allemaal ook, hè? Ja. Ja. Ja, en de proces inderdaad. Maar het blijft... Ze heeft ook altijd wel wat saai dingetjes gehad, hè? De meerspelen die ik ga organiseren. Het dakloze verhaal wat zij in stand heeft gehouden. Mm-hmm. Dus zo was ze altijd wel... Ja, ze is altijd wel gewoon bezig. En ze heeft altijd wel iets waar ze mee bezig wil of zo, volgens mij. We puzzelen samen. Ja. Maar ik bedoel ook niet dat ze niks doet, maar meer, zeg maar, terwijl je dus bezig bent, wil je dus ook naar het proces. Ben je daar heel erg benieuwd naar? Maar ik vraag me dus heel erg af, want ik zie het niet. Mm-hmm. Het is dat ik een aantal momenten heb gehad. Het tweede moment waar ik zeg maar die helikopterview mee had was met de shirts met Shell. Dat ik toen ineens zo zag van, maar jullie zijn helemaal niet boos. Jullie reageren nu zo omdat je weet hoe je moet reageren. Maar je bent niet boos. Mm-hmm. Franny weet ik nog niet, maar Merel, Gerrit en Jesse in ieder geval. En op dat soort momenten zie je de processen inderdaad, maar ik zie het overdag niet hoor. Het was echt ook heel lachen om te zien, als je, we stonden daar zo vol bovenop. En het was een soort van locomotief die op gang kwam, maar heel langzaam. Dus het kwam binnen, er werd oogcontact gemaakt. Er was even het idee van, oké, hoe ga ik reageren? Frustratie. Hoe kan je zoiets doen? Wat is het voor een streek? En wachten op elkaars input. Zeg maar, welke richting gaan we kiezen? Oh. De zerekaart. Ja, we gaan de zerekaart trekken. Oeh. Dit is gevaar. Die mensen. Ja. Ik wil nu mijn shirt hebben. We gaan pontificaal gaan we allemaal een shirt op de grond gooien. En ik wil dat Shelly mij zelf een nieuw shirt komt aanreiken. Het was... En Jordi die er nog even bovenop kwam. Ja, ik heb niet eens een shirt. Ja. Ze is gewoon mijn shirt vergeten. Dat Shelly zei, ja sorry, je shirt ligt waarschijnlijk nog boven. Ik heb niet eens... Ja, nou... Waar is je shirt? Ik heb gewoon geen shirt. Waarom ga je die niet pakken? Ja, nee, na. Mag ze zelf komen brengen? Dat ik echt dacht... Gast. Ja. You fucking... Dat jij geen shirt hebt betekent nog niet... dat je in hetzelfde schuitje zit als de rest. Zij hebben piemel op hun shirt staan. Ja. Jouw shirt ligt boven. Daar had ik het ook met hem over. Hij zei, ja, maar als ik zoiets zou organiseren... ik zou de shirts drukken, dan zou ik zorgen dat ik... alle shirts dubbel check en dit en dat en zus en zo.
zei van ja, maar jij bent haar niet. En zij was tijdens het eten nog die shirts in alle haast aan het plotteren en doen. Ze is hem gewoon echt vergeten. Zeg maar, hier zat niks achter, nul. Ja, nee, dat kan niet, dat kan niet. Maar het was wel mooi hoe die, zeg maar, zelf ook graag onderdeel wilde worden van het probleem. Terwijl, hij werd er eigenlijk volledig buiten gelaten. Ja, zeg maar, hij mocht er best wel wat van vinden. Net als dat we allemaal van alles wat mogen vinden. Mm-hmm. Maar je was zelf geen onderdeel. Je was geen partij. Nee. En ik vind het dan ook wel grappig dat... Hiss is hier dan voor het proces. Maar ze draagt zelf ook heel erg veel bij aan het proces. Die stuurt best wel wat, ja. Qua ruzies en qua onderhandelingen. En, weet je, ze is daar nog best wel actief in. En dan denk ik... Tuurlijk, je bent zelf ook een inwoner, dus dat mag en dat kan. Mm-hmm. Maar is dat dan interessant? Of heeft ze dat dan van tevoren bedacht? Zo van, nou, als ik misschien dit ga zeggen... en deze mensen wil verenigen in deze ruzie... Hoe zouden zij dan reageren? Dat denk ik niet. Zeg maar ook omdat... sommige dingen die gebeuren best wel uit het niets komen vallen. Dus je moet dan schakelen. En eigenlijk iedereen die op dat moment betrokken is bij de situatie... die wist 5 minuten geleden nog niet dat hij zich er dan zorgen over ging maken. Nee, dat is waar. Om de situatie en te voorspellen... en al vooraf te bepalen ook hoe je gaat handelen op het reageren van een ander... Dan ben je redelijk on expert level utopia aan het spelen. Dan met respect, maar even ervan uitgaan dat je het niet in die extreme kan voorspellen. Denk ik dat ze meer ook zichzelf laat meegaan in, in de situatie. En dan reflecteert op haar eigen behoefte om te handelen in een situatie. Dat ze, zeg maar, voelt uit een soort van noodzaak dat ze zelf moet spreken. En dan later op de dag... hoe ze dat normaal gesproken dan deed van het genot van een sigaretje. Even terugdenkt aan de situatie. Keek welke gevoelens het op deed roepen. Bekeek, zeg maar, welke onredelijkheid er tot stand kwam. En waaruit vanuit haar dan de behoefte kwam om in te grijpen. Om in te grijpen, ja. En zeg maar, dan kan je ook, ondanks dat je zelf onderdeel van bent van het geheel. Kan je ook jezelf analyseren. Ja. Al is dat wel... lastig. Dat is pittig, hoor. Ja. Zeg maar, kijken is één, maar ook... Reflecteren naar jezelf. Reflecteren op jezelf, dat is nog wel het pittigst. Want je moet ook weten wat je hebt gezegd. En als ik vanuit eigen ervaring spreek, soms zeg ik dingen... en dan denk ik dat ik net iets anders heb gezegd, terwijl ik toch dat heb gezegd. En vaak als je dingen van mensen hoort, dan weet je wel van... oh, dit heeft hij of zij gezegd. Ja, grappig. En dan is het ook heel grappig hoe zij, zeg maar, voor in sommige dingen heel slim is... en op andere momenten, zeg maar... Ja. Een volledige brain fart. Ja. Waarin ze helemaal niet eens meer weet of een hendel naar boven of naar onder open gaat. Of gewoon dagenlang haar zender kwijt is. Of weer niet bij zich heeft. Ja. Je denkt van, hè, maar het ene moment dit en het andere moment snap je er gewoon geen klote van. Ja. Dan sta je, zeg maar, gewoon voor je pan met je eieren erin, terwijl het vuur niet aanstaat. Gewoon zo te kijken. Ja. Gewoon zo schudden van. Het heeft ze wel eens een half uur gehad. Echt? Eieren in de pan. Kijken, maar die zit dan, zeg maar, zo in gedachten. Is gewoon weg. Kijk ze naar een pan met eieren die maar niet gaar aan het worden zijn. Omdat het vuur niet aan staat. Maar dat moet er echt uitzien. Dat meen je niet. Nee. Het is ergens ook wel heel schattig. Maar Hiske, die kan dat echt. Ik heb zeker als Hiske... Ik weet niet of ze zich dan niet zo lekker voelt of zo. Maar volgens mij als Hiske niet lekker in de vel zit... Dan kan ze aan tafel zitten. Dan kan ze zo. En dan is ze gewoon weg. Ja. Dan is ze echt weg. En ik vind dat zo mooi om te zien. En dat ik dan op een gegeven moment zo... Oh, hey. En dan wordt ze echt wakker. Alsof ze aan de dag dromen is. Heerlijk. Mooi gedacht. Zo mooi. Ja, ja. Dat was een paar dagen terug of zo. Dat er ook een discussie was. Of een gesprek met Hiss. En dat iemand tegen haar zei, snap je dat nou niet, Hiske? En dat ik echt dacht, nou, dat hoef je volgens mij niet te vragen. Want als er één ding is met Hiske, is dat ze volgens mij het meeste wel gewoon begrijpt. Ze begrijpt volgens mij een hele hoop meer dan sommige andere inwoners hier. Ja. Dat is wel een hele sterke kaart trouwens.
de, snap je eigenlijk wel wat ik probeer te zeggen? Zeg maar, waarin je iemand in een soort van positie drukt, waarin je eigenlijk gewoon helemaal niet meer snapt wat er te gebeuren staat. Ja. Waardoor je eigenlijk aan alles gaat twijfelen wat er op dat moment gebeurt. Ja. Snap ik het eigenlijk wel? Ja. Snap je het nou niet? Of ja. Dat iemand denkt... zeg maar, in die onzekerheid waarin iemand zich probeert te verweren om aan te geven dat hij het wel snapt. Ik snap het. En ja. Zeg maar, in die noodzaak om jezelf te verdedigen kan je zulke tikken uitdelen. Ja. Met je... Jesse doet dat heel vaak. Dat was met Lex gisteren. Lex die in de vergadering of zo. Ze wilde iets vragen. Was niet. Ja, ik weet niet of het met Jordi of met Jesse was. Maar ik denk met Jordi. En die ging die vraag terugstellen. Ja. Ze draaide er helemaal omheen en ze kon er geen antwoord op geven. Ze snapten het niet. Over het aardiger zijn voor elkaar. En van waarom dat nou niet lukte. En dat Jordi zei van ik speelde Uno reverse kaart. Ja. 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 Heb ik hem ook nog mijn complimenten voor gegeven. Wat een, maar ze begreep gewoon de vraag niet. Nee. Terwijl het haar vraag was. Ja, dan wil ze gewoon wat zeggen. Dan wil ze gewoon wat zeggen. En dan wil ze gewoon zeggen van jongens, ik voel alleen maar spanning. En hoe kan dat nou? Ja, maar Lex, hoe kan dat nou? Nee, maar ik... Nee, ja, het kan gewoon niet. Hoe kunnen we nou in die spanning zitten met elkaar? Ja, hoe kan dat? Hoe kan dat, Lex? Ja. Geef jij ons eens een verklaring? Ja. Nee, maar dat vraag ik niet. Geef eens antwoord op mijn vraag. En nog steeds hebben we geen antwoord op de vraag. Nee. Dat was ook met... Gaat ook nooit meer komen. Zeg maar, Lex begreep het in deze niet. Met de B&B-discussie met Shelly. Dat ik die vraag aan haar stelde over... Mocht er een tweede bed bij komen in de kast, gaan jullie je huisje dan uit? Ik zei, nee, Shelly. Dat is niet het antwoord op mijn vraag. Het antwoord op mijn vraag is ja of nee. Nogmaals, ga je je huisje... Misschien. Misschien. Fuck! Fuck dit! Dat is niet het antwoord. En toen heeft ze uiteindelijk ja gezegd. Omdat Merel er zo tegenin ging. Van ja, en zo wil ze zichzelf van die neerste. En ja, maar... Dat ik denk van, dit is... Zij snapt precies wat ze aan het doen is. En ze doet soms wel... Shelly. Ja. En op dat moment begreep ze precies wat ze aan het doen was. Wat was ze dan aan het doen? Niet op de vraag reageren. Of ze wel of niet haar huisje uitging. Als er een bed bij werd gebouwd. Daar ging ze volledig langs. Dat vroeg ik er. Maar ik zei, Shell, dat is niet het antwoord op mijn vraag. Dat heb ik echt 2 of 3 keer moeten zeggen. Tja. Maar ja... Want wat er namelijk in vergaderingen vaak gebeurt, en dat weet zij ook donders goed, is dat als er een vraag wordt gesteld en jij gaat er tegenin met iets anders en je pakt er iets bij, dat er dan vaak iemand anders wordt gereageerd dan en daar en daar. En als er geen mensen op terugkomen, dan komen ze niet op terug en dan is de vraag nooit gesteld. Ja. En ik denk dat ze dat donders goed weet. Ja, ik vind dat echt vergezocht. Ja? Zeg maar ook... Soms dan kijk ik gewoon naar de blik in de ogen en dan denk ik van... You just don't get it. Ja. Yeah. Someone's there. Hello. En dan zie je er ineens 5 minuten later ergens vandaan komen. En dan heeft ze ineens een eureka moment gehad. Bling. En dat soort momenten krijgen ze nogal op regelmatige basis. Ik heb ineens een ingeving. En dan begrijp je ineens heel goed waarom ze dingen doet die ze doet. Maar dat is haar dan wel, zeg maar, voorgekoud. En, zeg maar, op zo'n moment zelf snap ik wel dat zij de tactiek hanteert van het ontwijken van een vraag. Want zeg maar, dat als uitgangspunt. Dat je focust, geen antwoord geven op de vraag, geen antwoord geven op de vraag. Zo vaag mogelijk zijn, zo vaag mogelijk zijn. Mm-hmm. Dat kan ik me indenken. Maar niet dat ze het idee erbij heeft van nou... Wanneer ik nu weet de vraag te omzeilen, dan komt er waarschijnlijk een ander iemand in een invalshoek. En zolang ik geen toezeggingen doe, tak, 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 op die manier, zus en zo. En ik kan me afzijdig houden door. Zeg maar, dit is... Ik kom soms ook in dat soort gedachtenpatronen terecht. En dan denk ik van, nou, het gaat wel over Shelly. En dat is verder... Ja, oké, misschien ook lullig bedoeld. Maar zo diep gaat het niet.
Nee, dat is waar. Dat is wel waar. De focus zijn we met het magazine. Ik wil ook gewoon zelf op de voorkant. Ik ben ermee bezig. Ik wil op de voorkant. Zeg maar, dat is de hoofdgedachte. En alles wat daar verder bij komt en het hoe en het waarom en het jij laat mij vallen, maar ik jou in het interview en dit en dat en zus en zo, is allemaal bijzaak, want eigenlijk wou zij alleen op de voorkant. Dat is wat ik wil. En verder boeit het me niet, zeg maar, ik moet me op elke manier verdedigen op het moment dat iemand mij aanvalt, oké. Maar de eigenlijke intentie was, ik wil op de voorkant en verder maakt het me niet uit. En dat zal uiteindelijk een soort van toezegging moeten gaan doen. En weet dat niet iedereen op de voorkant wil. En dan daardoor aanbiedt om iedereen op de voorkant te laten. Maar zus en zo. En wat is nou eigenlijk de conclusie van het verhaal? Geen idee. Nou, ik hoorde iedere 10 oplagen een andere utopiaan, toch? Op de voorkant. Iedereen mag dan 10 oplagen. En als je dan niet zelf erop wil, dan mag je kiezen voor een object of de dieren. Maar je mag dan niet kiezen voor iemand anders. En Mariska wil ook niet kiezen voor een ander object of dieren. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja, dat is gewoon puur er tegen ingaan. Ja. Maar waar slaat het op? Want we hebben in principe toch tijdens de vergadering gekozen dat de meeste stemmen gelden. Want daar waren de meeste stemmen voor. Nou, oké. Ik liep toevallig langs de gym ook. En toen ving ik een gesprek op van Shelly en Lex. Nou, ik kwam gewoon binnen en toen hoorde ik 5 seconden van het gesprek en ik kon opmaken waar het over ging. En de conclusie was eigenlijk van, hey, leuk dat we dit hebben besloten in de vergadering. Maar in de eerdere bespreking bij de presentatie van het magazine hebben maar 2 mensen wat van gezegd. Dus toen was het eigenlijk al besloten. En nu wordt er weer wat anders besloten, maar dat was eerder besloten. Dus dat gaat dan toch voor. Ja, ik was er niet bij. Dat zeg maar als hoofdgedachte van, fucking schijt wat er daarna wordt besloten, want de presentatie van het magazine was eerder en toen zeiden maar 2 mensen wat. En toen hebben we het er verder niet over gehad. Dus dan is dat gewoon wat er te gebeuren staat. Wat er dan later komt. Ja, maar dat hadden we al afgesproken. En nu komt dat, ja, maar dat is later. We hadden dat al afgesproken. En dan kan je daarna wel iets anders afspreken. Maar dat gaat dan over de voorkant. Ja. Dat is ook, daar gaat het eigenlijk vooral. Ja, het gaat vooral over de voorkant. Het is een magazine van 50 pagina's. Met 14 interviews. Met beschrijvingen van alle dieren en alle objecten hier op het terrein. En de enige focus hier ligt op de fucking voorkant. Wie staat er op de voorkant? Wie? En eerst vond iedereen het ook prima, maar toen kwamen er ook nog kutvragen. En toen vonden het toch weer niet prima. En waarom doen we niet gewoon een zwarte voorkant? Nou, ze wilden of een witte eerst voorkant, waar we allemaal onze handtekening op kunnen zetten. Eerst dachten ze aan het logo. Maar dat ziet er gewoon niet uit. En dat mag niet. En het is lelijk. Het is gewoon lelijk. En een groepsfoto is nog lelijker. Ja, echt? Ja. Een groepsfoto, dat wil je niet op de voorkant. Tenzij je echt een perfecte groepsfoto hebt. Waar iedereen goed kijkt. Zelfs Hiske. Zelfs Hiske. Ja, neem ik want, hé, eerlijk. Ja, nee, ik heb het gezien tijdens de kalenderfotoshoot. Ik heb ze aan elke vrouw laten zien. Van jongens, uit deze foto's kunnen we kiezen. Dit is de selectie die we hebben gemaakt. Help. Ja. We hebben er toen samen voor gezeten. Ja. We zeiden, nou, dit is de beste foto. Ja. Ik moet wel zeggen dat voornamelijk vrouwen zich daar zorgen om maken. Mannen zijn heel simpel. Zeg maar ook toen we die foto hadden met Brendan. En Brendan zei van, iedereen dacht deze leuk. En iedereen dacht van, oké. Ja. Waarom niet? Doe het gewoon. Ja. Dus zeg maar, je hebt eigenlijk alleen maar rekening te houden met de 8. Ja, maar op een cover wil je dat niet. Nee, het is dat wil je niet. En Jordi heeft echt een heel mooi resultaat geleverd met de cover. Want het ziet echt tof uit. Alleen het enige gezeik is, er staat 1 persoon op de voorkant. Ja, maar dat ligt er ook een beetje aan met wat voor intentie natuurlijk iemand op de voorkant staat. Ja, gewoon met het hele idee dat zij op de voorkant wil. Ja, dat is onzin. Dat is onzin. Ene kant snap ik het wel, want zij is de bedenker van, hey, laten we een de bedenker van Vogue staat ook niet op de voorkant. Nee, want Vogue loopt goed. Ja. En is niet het gevolg van een realityprogramma. Nee. Dit is een blad wat in een realityprogramma wordt ontwikkeld, dus daar moet gezeik over zijn.
wil het een beetje verkopen. Om het in beeld te brengen. Ja. Van jongens, kijk eens even. We gaan een product neerzetten. Nou, ik heb al mailtjes voorbij zien komen. Ja, ik wil het cancelen, want iedereen pest Shelly. En ik vind het er mooi uitzien. Maar ik cancel hem. Ja, maar... Echt. Groepsproduct. Jongens. Het is zo nice. Als we gewoon allemaal simpel zijn van jongens. Shell. You do you. Jij wil op de voorkant. Prima. Als wij er allemaal leuk in staan met onze eigen foto en een leuk interview. Niks aan de hand. Ja. Maar ja, dan krijgen we weer dat gezeik van. Ja. Ja, zoiets inderdaad. Ja. Dat is wel geinig, want Maris die... ik sprak toen met die shirts. Toen Shell had het gedaan met die shirts, sprak ik met haar in het sanitair. Met Maris. Ja, met Maris. En toen zei ze ook, ja, ik heb het laatste ook alleen maar ruzie. Oh. Ik dacht, we zijn interessant genoeg. Het licht blijft aan, maar helaas. Maris die zei... Hm? Ja, Maris die zei, we hebben laatst alleen maar ruzie met elkaar. En toen vroeg ik, ja, wat dan wel? Wat dan? En toen zei Maris... Nou ja, dat ging over... Ik heb me ook gedistanceerd van het magazine. Ik zei wel, waarom? En toen zei ze dat ze Shelly feedback had gegeven over dat zij vond dat er andere mensen betrokken moesten zijn. Bijvoorbeeld Brandon moest... wat ze ook aan de vergadertafel zei. Dat Andrea en Frenny betrokken moesten zijn bij de diertjes. Omdat zij de diertjes doen en ik bij de eentjes. En ik over de tattoo shop. Ja, precies. Maar dat ze dat... Dat Shelly dat niet deed. En toen zei ik ook tegen hem dat... Kan je dan toch met zo iemand bespreken? Dan hoef je toch niet ervan te distancieren. Nee, maar dat lukte niet. En het is dan geen magazine van ons allemaal. En dus ik had ook het idee dat ze tijdens de vergadering er niks van zou zeggen. Omdat ze dat wel vaker doet. Maar is gewoon de mond houdt als ze er wel wat van vindt. Dus daarom doelde ik er ook een beetje op. Zo van, nou, zijn er nog meer mensen die er wat over willen zeggen? En toen kwam ze er inderdaad mee. Maar ja, ik zei ook tegen Mariska van ja... ik zie nou bijvoorbeeld, weet ik veel, Frenny en André kunnen misschien wel een leuk stukje schrijven. Maar Jens is gewoon veel beter in schrijven. Die kan er gewoon een mooi ding van maken. En dan moeten ze het misschien samen gaan doen. Ja, dat was dan ook wel weer zo.